Peter, in de eerste plaats van harte dat je hier bent. Heel fijn. Je bent de derde spreker in de reeks van deze tentoonstelling. In Haarlem staat een huis over van container naar circulariteit. Het is de derde ook in de reeks van In Haarlem staat een huis. De eerste ging over energietransitie. De tweede ging over klimaatadaptatie. En de derde gaat over consumptie en bouwafval. En de vierde zal gaan over netwerken, maar dat zal pas volgend jaar zijn. Deze expositie hebben we, of dit project hebben we gestart, omdat we wilden laten zien van wat voor bouw- en ontwerpopgaven liggen er voor ons huis voor de komende jaren in het verschiet. Als je rekening houdt met al die veranderingen, die energietransitie, die klimaat, het afval en het consumptieprobleem. En wat de invloed is van netwerken op hoe ons huis er straks uit gaat zien met domotica. We wilden dat in één project vatten, in één expositie. Maar dat bleek veel te ingewikkeld. We hebben het uit elkaar getrokken, vandaar die opdeling. Groepen van vrijwilligers van het ABC aangevuld met een aantal specialisten. Die hebben deze tentoonstelling vormgegeven. En het is een tentoonstelling die gaat over bewustwording. Om te laten zien van wat is er, wat doen we. En in dit geval heel specifiek, wat gooien we allemaal als het ware in die container? Wat is dat voor materiaal? En wat zou je er eigenlijk nog mee kunnen? Maar ook zijn er eventueel alternatieven als je iets anders wil doen? Dat willen we laten zien. In de expositie hebben we dat gevisualiseerd door huisjes met een groen dak. Dat zijn positieve materialen, zou je kunnen zeggen, met heel veel plussen. En huisjes met een rood dak. Voor bouwmateriaal waarvan je zou kunnen zeggen van nou, dat is bouwmateriaal wat misschien niet zo gunstig is en niet zo duurzaam is. En dan is dat begrip duurzaam, dat is natuurlijk een enorm containerbegrip, maar dat zou je uit kunnen splitsen. Energieduurzaam, maar ook sociaal duurzaam, maatschappelijk duurzaam. Want misschien heb je wel een bouwmateriaal wat heel energieduurzaam is en ecologisch verantwoord, maar als dat enorme vervoersbewegingen teweeg brengt, of dat daar bijvoorbeeld kinderarbeid mee gemoeid is, dan kan je afvragen van is dat een duurzaamheid, zeg maar, die je wenst. Wij willen in deze expositie laten zien welke afwegingen je hebt om welk bouwmateriaal aan te schaffen. Loop je inderdaad naar de Gamma of naar de bouwmarkt of naar een ander, of ga je iets verder zoeken naar een ander materiaal? De eerste lezing die wij hebben georganiseerd in dat kader was van Herarchitecten, een Haarlems architectenbureau. Vorige week traden hier op onder andere Gabriele Dalhoeve, Sandra Riceo en Miranda Atsma. En het ging over onder andere alternatieve bouwmaterialen als mycelium. En in dit geval, deze avond, staat Peter Franje hier. Peter Franje is senior consulent bij TNO voor duurzaamheid en innovatie. Jij gaat vast straks vertellen wat dat inhoudt. Ik kwam jouw naam tegen bij juries voor bouwinnovaties, voor betonprijzen. We hebben een voorgesprek gehad aan de telefoon. En wat ik heel grappig vond, dat jij zei, ik gebruik de hashtag het kan wel. En dat vond ik wel heel erg prikkelend. En jij zei daarna nog achteraan, het kan ook in Haarlem. Ja. Dus ik ben heel benieuwd om dat verhaal te horen. Ja. Ik geef jou de vloer. Dankjewel. Ja, dit plaatje, dat heeft iedereen nu wel gezien. Ik ben inderdaad adviseur of consultant. Het is ook maar een naam natuurlijk. Circulair bouwen, duurzaam bouwen. Al heel lang en... kort toch even een slide om mezelf voor te stellen. Ik ben zoon van een aannemer en eigenlijk tussen de houtkrullen opgegroeid. En kwam laatst nog een keer te sprake en dan moest ik iets over de infrastructuur zeggen. Ja. Nou ja, op de kleuterschool vergat ik al naar school te gaan, want ik stond bij die stratenmaker te kijken. Hè. Dus zo ben ik ook opgegroeid. En niet meteen de bouw ingegaan. Wel vakantiewerk gedaan bij het bedrijf. Het bestaat nog. Er zit geen familie meer in, maar wel veel met duurzaamheid en met eigenlijk duurzame materialen opgegroeid.
naar de bosbouwschool gegaan, omdat ik dacht van nou, je hebt ook hout nodig voor de bouw. En daarna al heel snel weer in het duurzaam bouwen terechtgekomen. Dus hier staat wat op de slide van mijn achtergrond. Gepromoveerd op het gebied van biobased bouwmaterialen. Dus daar zal ik ook nog wel kort wat over vertellen. Ja, circulair bouwen, zo oud als de weg naar Rome. Hè. Iedereen ziet toch wat hier. Want je moet altijd wel even goed kijken naar dit plaatje. Wat hier is gebeurd. Hè. Dus de kerk die heeft hier heel handig gebruik gemaakt van een mooie oude Romeinse tempel. En gewoon heel praktisch een trappetje ernaartoe gemaakt. En de mensen konden daar weer eeuwen naar de kerk. Hè. Dus dat even als voorbeeld. Het is ook heel leuk om in Rome rond te lopen. En dan met dat hele circulaire gedachtegoed even te kijken wat er voor voorbeelden zijn. Nou, eigenlijk deden we dit. En onze voorouders deden dit ook al altijd. Al die oude plekken die zijn weer gebouwd met materiaal van nog oudere gebouwen en van nog oudere plekken. Dus ook weer niet zo heel bijzonder circulair bouwen. Nou, het is ook niet moeilijk. Dus dat is ook een. Ik kom hier alleen maar goed nieuws brengen eigenlijk, circulair bouwen. Dus de deskundigen zeggen dat het helemaal niet moeilijk is. En dat is ook inderdaad echt zo. Er zijn natuurlijk wel een aantal voorwaarden. Er zijn een aantal dingen die circulair bouwen bevorderen. Maar op zich kunnen we morgen, kunnen we vandaag circulair bouwen. En dat kan ook in Haarlem inderdaad. Ik heb, het nodig is te vinden op internet, gewoon via Google. Maar begin dit jaar heb ik een circulaire top 40 heb ik samengesteld van projecten die er al zijn. Dus er zijn al heel veel voorbeelden en dan zal ik er ook een aantal van hier de revue laten passeren. Nou, ik zit al een tijdje in het vak en ik ben begonnen op de Universiteit van Amsterdam als groene ingenieur. En toen was de bouw nog wel echt lineair. We gebruikten dat woord niet, maar het was wel het bouwen wat je hier bij onder milieukunde ziet bij de Universiteit van Amsterdam. Van ja, het maken van bouwproducten tot en met de afvalfase. En we zijn, wat dat betreft, hebben we een hele ontwikkeling meegemaakt. Dat rapport was een van de eerste inventarisaties van ja, wat betekent de milieu-impact eigenlijk van de bouw? Hoeveel impact hebben wij met bouwen? En ik was dan vaak in die periode, zat ik voor zalen met aannemers te vertellen hoeveel ze weggooiden per bouwproject. Want elk nieuw bouwproject, dat is natuurlijk een hele gekke gedachte, dat waren toen ook al 2 containers met materiaal wat gewoon werd weggemieterd, zeggen we in Zeeland. Dus zonde. En ik rekende voor hoeveel geld dat eigenlijk al was. En dat is alleen maar toegenomen, want toen is ook stortbelasting is ingevoerd. En toen is men meer gaan nadenken over slimme bouwwijzen. En er zijn gewoon een aantal bedrijven die hebben daar echt wel hun business van gemaakt. Nou, sinds 2016 een stukje beleidsachtergrond, hè, eigenlijk 2012... is het hele idee van de circulaire economie geboren. Maar later is dat door de SER is dat overgenomen in Nederland 2016, een rapport. Geen tijd te verliezen. Werk aan de circulaire economie, dat is gewoon niet alleen goed voor het milieu, maar het is ook slim. Het is ook duurzaam, het is ook economisch gezien duurzaam. Met dat idee, en dat vond ik wel een verfrissend idee, zeg maar het hele milieukundige verhaal van ja, wat is de milieu-impact? Dat zat toch een beetje wel in de hoek van ja, iets minder schadelijk proberen te opereren. Maar met de circulaire economie is toch wel ook het idee van de duurzame business geboren. En dat je dus ook echt iets goeds kan doen, zelfs op het gebied van bouwen. Nou, we hebben een plan, hè? Het Nederlands circulair in 2050. En dat is ook iets waar we nou, de overheid af en toe aan moeten herinneren. Dat zeg ik er eerlijk bij. Haarlem wil circulair worden in 2040. Dat is wat eerder dan dat Nederland dat wil. Dus ambitie is er in ieder geval hier in de stad. En voor 2030 hebben we als tussendoelstelling dat er 50% minder primair materiaal moet worden gebruikt. En er zijn wel een aantal organisaties, een aantal provincies en gemeenten zijn daar serieus mee bezig om na te denken over materialen. En dat is goed nieuws. Ik denk dat bewustzijn waar het al net over ging is gewoon heel belangrijk. En dat ook zo'n tentoonstelling zoals die hier is
gemaakt met heel veel foto's van afvalcontainers, helpt daarbij. Dat is gewoon een hele goeie om na te denken. Het is iets als onze opa's en oma's dit zagen, dan snapten ze niet wat wij allemaal weggooien. Dat is niet uit te leggen aan mensen die zijn opgegroeid in een periode dat materiaal duur was en schaars. Hè? Dus wat dat betreft denk ik een hele interessante periode om te kijken of we naar een veel duurzamere bouw kunnen gaan. Ja, wat is circulair bouwen? Er zijn een heel zwikje definities, ook hele lange en veelomvattende. Maar ik hou persoonlijk wel van praktisch en van ook concreet, zodat we niet onderweg zeg maar allerlei verdunningen krijgen en dat mensen niet meer weten wat het dan precies betekent. Dus het is een definitie waar ik vaak mee werk en ja, waar eigenlijk de gemiddelde bouwer of de gemiddelde sloper ook iets bij begrijpt. Hè? Dus het op een zodanige manier bouwen dat het hele bouwwerk of bouwdelen ervan herbruikbaar zijn en de materialen en de grondstoffen recyclebaar. Dat is het hele idee. En dat is niet alleen in de fase zeg maar, dat de container er staat, maar dat kan je op elk moment kan je dat bedenken en bouwen kan je ook invullen als slopen of ontwerpen. Of, nou ja, dat is in ieder geval gewoon een hele praktische definitie. Hier nog even dan wat het beleid is op dat gebied. Hè. Dus nog even de circulaire of de lineaire economie is weergegeven. En de hergebruikeconomie, dat is een beetje zoals het nu functioneert. Maar we willen dus naar die circulaire economie waarbij relatief weinig grondstoffen, primaire grondstoffen nog erin gaan. En waarbij eigenlijk geen afval vrijkomt. Ik zeg nog eigenlijk, maar dat is gewoon nog iets wat ook vaak nog moet indalen bij mensen. En daar heb ik in dat onderste figuurtje heb ik dat ook wat proberen weer te geven. Dat je eigenlijk op elke fase, dat wordt dan met een duur woord aangrijpingspunten genoemd. Maar voor beleidsmakers is het belangrijk dat je niet alleen gaat nadenken bij de sloop van een gebouw over circulair. Maar ook bij het ontwerp, ook bij het bouwen zelf en ook bij het slopen, dat je steeds kan denken van hey, we zitten in een circulaire economie en kunnen we iets met die materialen. Nou ja, dit zijn dan zo wat containers bij mij in de buurt. Je ziet de grote verschillen. Ik ben onder de indruk van hoeveel er hier zijn. Het is al bijna een boek als je zo de foto's ziet. Dit zijn dan toch maar heel bescheiden voorbeelden bij mij in de buurt in Gouda. En dan zie je wel dat die steentjes, die worden wel echt gewoon, die gaan echt niet de container in. Die worden weer opnieuw verhandeld. Dat zijn gebakken stenen, die brengen gewoon geld op. Dus die worden op die manier verzameld. En ook de tegels, die kan je nog wel gewoon een tweede leven geven. Maar zo'n andere bak, ja, dat is een gemengde bak. Links voor de kijkers, hè. En daar, ja, dat is het hoogste tarief wat je voor een afvalbak hebt dan, want er zit alles door elkaar. En ja, dat wordt voor een deel nog gescheiden, maar is niet ideaal natuurlijk om op die manier. En je kan je dus ook bedenken van moeten we niet ook eens nadenken over een nieuwe container voor particulieren waarbij je makkelijker kan scheiden bijvoorbeeld in afval. Hè? Dat zou best een ding zijn, want dit hebben we een keer zo bedacht, maar het kan ook anders natuurlijk. Dus dat zou best nog de container 2.0 zou ook wel een ding zijn om eens aan te werken. En ik zie dat er hier al een begin mee is gemaakt. Helemaal rechts een voorbeeld wat ik heel graag wil delen ook. Dat is ook maar gewoon begonnen met één student die dat ook een goed idee vond. Het initiatief Buurman heet dat in Rotterdam. Zij is begonnen met een initiatief om bouwafval in te zamelen en dan vooral hout. Ze heeft zich echt wel op hout gericht. Dat is ook gewoon heel relatief makkelijk om dat natuurlijk op een goede manier ingezameld te krijgen. Ze heeft ook contacten gezocht met aannemers. Aannemers brengen daar ook hun overtollig hout. Dus of het nou nieuwbouw is of verbouw, dat doen zij gewoon. En ik kan het iedereen aanraden om eens een keertje te gaan kijken daar. Het is een heel mooie loods, is het met het hout heel goed gesorteerd. En met gewoon heel veel mogelijkheden om zelf een meubel te maken of een betimmering of om een interieur van een gebouw af te timmeren. Of ook gewoon echt wel het balkhout bijvoorbeeld weer toe te passen voor een aanbouw of een nieuwbouwproject.
En we hopen dat dat buurman-initiatief dat eigenlijk meer navolging krijgt in verschillende steden. Want het is nu ook in Utrecht en ook in Antwerpen. We hopen ook in Amsterdam en misschien wel binnenkort in Haarlem. En want het is een stukje infrastructuur wat nu ontbreekt. Hè. We hebben wel de kringloopwinkel. Maar bij een kringloopwinkel kan je toch niet echt met je bouwmateriaal aankomen. Dat is een beetje te beperkt. Ja, deze slide nog maar een keer om te benadrukken. En dat is een belangrijke slogan ook, dat afval niet meer bestaat in de circulaire economie. Dus die containers die we nu fotograferen, dat moet eigenlijk gewoon een soort historische weergave zijn van hoe we met materialen omgingen in deze periode. Maar het is natuurlijk de bedoeling dat er een overgang is, dat er helemaal geen afval meer is. En mensen denken dat het een utopie is, maar nou ja, eigenlijk heeft de geschiedenis al laten zien dat we wel zo kunnen leven. Ja, we gaan dus geen gebouwen meer slopen. Hè. Je ziet ook geen sloopkogels meer. Moet je echt historisch materiaal heb je nodig om die nog, dat is dan meer de nieuwmarktperiode denk ik geweest, dat ik nog voor het laatste sloopkogel heb gezien. Of misschien wel het mausoleum in Amsterdam. Dat was na een paar jaar alweer sloopkogelrijp. Hè? Maar ik denk dat ik daarna nooit meer een sloopkogel heb gezien in Nederland. Want die zijn allemaal vervangen door, en dat is een innovatie wereldwijd ook, hè, een innovatie van Nederlandse bedrijven, door scharen. En nu worden de gebouwen die worden uit elkaar geknipt. En vaak met een gewone bouwkraan, maar dan met een hele verlengde giek. En wat je hier ziet op dit plaatje, is dat gewoon ook de kozijnen bijvoorbeeld met glas, als het kan, uit de gevel worden gehaald. En dat er dus echt wordt gekeken van, ja, hoe kunnen wij deze materialen oogsten. Dit is een project in Utrecht. En dan krijg je dus het tweede leven van bouwmaterialen. En nou, dit is een voorbeeld van Liemt in Sint-Oederode. Mensen denken nu van ja, die circulaire economie dat is nieuw. Maar dit is een voorbeeld van een sloper die ook al jaren actief is. En eigenlijk die beweging maakt naar van ja, wij slopen niet, maar wij oogsten. En bij ons kan je gewoon compleet bouwmaterialen krijgen voor de bouw van een nieuw huis. En het leuke is dat je gewoon ook in Haarlem kan je spullen bestellen bij Van Liemt. Dus gebruiktebouwmaterialen.com. En dan kan je bijvoorbeeld een deur of een kozijn of balkhout, hè, wat hiervoor ligt. Kan je gewoon bestellen en het wordt gesield. Ja, dan nog wel in plastic dan. Postzegel erop en je hebt het de volgende dag. Dus het gaat wel, zeg maar, in dat moderne systeem gaat het ook mee als je wil. Ja, dit is dan iets, hè. Mensen kunnen zich toch nooit zo goed voorstellen dat echt iets gaat voorstellen, dat hergebruik van bouwmaterialen. Maar dit is dus bijvoorbeeld de oogst uit die flats van de net. Ja, er komt aardig wat balkhout vrij en dat hout is eigenlijk vaak beter dan het nieuwe hout wat je nu krijgt. Hè. Dus het is vaak langzamer gegroeid. Nou is dit ook al wel relatief jong hout nog, maar je komt dus echt hout tegen in gebouwen wat super duurzaam en super prettig is. Heel rustig hout, wat helemaal uitgewerkt is en wat je heel goed hoogwaardig opnieuw kan gebruiken. Ja, ik heb er al lang geleden in de vorige eeuw al een pleidooi voor gehouden, want dat was in de periode dat ik mijn proefschrift schreef. En waarbij we hadden toen de periode nog wel van dat veel mensen vloerbedekking in huis hadden. Maar toen kwam de houten vloerbedekking heel erg op en in. En daarbij ook vloerbedekking van afvalhout. En dan was het juist de sport om bijna zo beschadigd mogelijk hout te krijgen met mooie metalen verkleuringen erin van de spijkers. He, maar die periode was eigenlijk wel zo'n stapje of een eerste stapje van het tweede of het derde leven van een houten balk. En er zijn dus echt slopers die hebben die overstap gemaakt naar van ja, maar ik ga het hout selectief uit de woning halen. Dat is echt in die periode is dat echt een omslag geweest. Ik ga houden dat hout apart en ik ga het ontspijkeren en verzagen en voor vloerhout op de Amsterdamse Zuidas verkopen. Gewoon sloophout. Hè? Dat was daarvoor ondenkbaar eigenlijk.
Ja, en voor je proefschrift moet je ook gewoon wel een bepaald wetenschappelijk niveau natuurlijk hebben. Dus ik heb daar het cascade gebruik van grondstoffen heb ik uitgewerkt. Als model eigenlijk wat onze voorouders al vanzelf deden. Dus als er een stukje textiel was, een linnen doek, dan werd die heel goed gebruikt. En dan misschien nog een keer als poetslap gebruikt, maar die ging niet zomaar weg. Hè. Dat werd niet zomaar weggegooid. Nou, dat is een kleine cascade dan voor vlas, hè, die je zou kunnen maken. Maar dat kan je natuurlijk ook met hout doen. En dat is hier dan uitgebeeld. Dat, hè, dus dat je op deze as heb je de kwaliteit en op die as heb je de tijd. En je probeert steeds een zo hoogwaardig mogelijke toepassing te vinden voor je hout. Bijvoorbeeld in dit geval voor het balkhout. En dat probeer je dan zo goed mogelijk te onderhouden. En als de kwaliteit dan tekort schiet, dan ga je naar een volgende toepassing. En dat is hier uitgebeeld. En op het moment dat je dat doet, dan kan je materialen kan je voor honderden jaren gebruiken. En dan wordt ook het verhaal van biobased grondstoffen wordt iets waarvan je kan zeggen van ja, dat zet serieuze zoden aan de dijk. Nou, bij TNO, ik werk nu voor de tweede keer bij TNO. Ik heb eerst bij het Houtinstituut gewerkt. Aantal jaren geleden en nu werk ik dan als duurzaamheidsexpert bij TNO. Het maakt eigenlijk niet uit, want je komt toch wel weer bij hout terecht. Dit is mijn collega andere Peter. Die heeft 2 jaar geleden een mooi project gedaan op het gebied van deuren. Komen er zo'n 300.000 deuren komen er uit slooppanden en renovatieprojecten vrij. 300.000, dat zijn er best een paar. En wij zien nu in toenemende mate ook tropisch hout zien we terug. Nou, dat tropisch hout is net allemaal in de jaren 70 toegepast. Hè? Dat was de beste Meranti die je toen kon krijgen, de beste Merbau. En het zou natuurlijk gewoon ontzettend zonde zijn als dat hout verloren gaat of verbrand wordt. Dus wij zijn bij TNO zijn we bezig geweest met het maken van plankjes uit bestaande deuren en bestaand kozijnhout en dat weer opnieuw. Tot een deur maken. En dat zie je hier eigenlijk. Dat is nog geen business, hè? Dus dat, daar kom ik zo nog wel eventjes op. Maar technisch kan het gewoon allemaal en is het super interessant. En is het veel interessanter dan ja, wat er nu gebeurt met hout. Eigenlijk dan danken we het meeste hout af. Nou, wat voor hout geldt, geldt ook voor beton. Hè? Je kan veel meer dingen met bestaand beton doen dan je denkt. Dit is een voorbeeld. Ik heb ook bij BAM gewerkt. En BAM kreeg de opdracht, het was eigenlijk AM Wonen, om een nieuwe wijk te maken bij de Bijlmer Baaiers. Misschien wel bekend in ieder geval van dit plaatje ook. En daar heeft Belen de Bijlmer Baaiers gesloopt. De kwaliteit van beton viel wel tegen. Men had een hele schrale, lichte beton gebruikt. Maar er zijn daar vloeren uitgezaagd. Die weer opnieuw in die wijk ook worden gebruikt. En het overige beton is naar de puinbreker gegaan. En dat wordt weer gebruikt voor nieuw beton. De belofte van AM en BAM aan de gemeente Amsterdam is dat 95% van de materialen daar opnieuw wordt gebruikt. En dan in de gemeente Amsterdam. Dus dat zijn wel serieuze hoeveelheden. Dus dit kan. Hè? Dit is ook dus inderdaad hashtag het kan wel. En dit soort bedrijven die maken ook steeds verdere stappen. Dus Belen was een normaal afvalinzamelaar, maar is nu ook gewoon echt steeds vaker bij serieuze bouwprojecten betrokken en al vanaf het begin. Hier ook nog een innovatie die eigenlijk ook van hier vlakbij ook plaatsvindt. Dat is de Rutte Bouwgroep, dat is een gewone wegenbouwer die veel in de infra ook doet. Maar nu wel een innovatie toepast in allerlei nieuwbouwprojecten hier bij een project van Heembouw. Rutte Groep zit in Zaandam. En wat zij doen is uit sloopbeton meteen nieuw betonnen werk maken. En dan proberen ze het cement of het overtollige cement wat nog niet zijn werking heeft gehad in het eerste betontoepassing, om dat te activeren. Hè, dus er zit altijd, van oudsher zit er veel te veel cement in beton. Hè. Dat is altijd de cementindustrie wil cement verkopen natuurlijk. En de aannemer die wil zekerheid. Dus er zit een soort overdosis zit erin.
En die wordt hier ook benut. En dat, dat is een hele mooie samenwerking. En dat zou een enorme stap voorwaarts zijn als dat vaker zou gebeuren. Want je gebruikt op deze manier veel meer van de betonfractie. En niet alleen een beetje grind vervangen door puingranulaat. Maar ook het cement voor een deel vervangen. En ook het zandige deel, zeg maar. Dus dit is een mooi voorbeeld. Ja, eigenlijk bestaat dus die gebouwde omgeving of onze omgeving bestaat eigenlijk, of kan je gewoon zien als een voorraadkast. Hè? Dus eigenlijk hebben wij gewoon een heleboel, in al die eeuwen hebben we een voorraad opgebouwd van materialen. Het wordt wel geschat op een waarde van 200 miljard, alleen al in Nederland. En dat is dus de waarde dan, de economische waarde die we er nu aan geven. Maar ook in volumes zijn het enorme hoeveelheden. En wij proberen met TNO, hebben we ook een model om uit te rekenen van welke materialen er in die voorraad zitten. En hoe je bijvoorbeeld als regio, als grootregio Amsterdam, het MRA, of ook de provincie Zuid-Holland heeft dat soort vragen. Ja, wat hebben we nou eigenlijk in die voorraadkast zitten? Dat is interessant om te weten. En dat is ook interessant om te weten van ja, wat voor beleid gaan wij voeren. En kunnen we die circulaire economie dichterbij brengen. En het goede nieuws is, ja, dat kan. Hè? Nou, hier zie je dus eigenlijk ook, je moet ook goed kijken op die foto daar rechtsboven, naar wat we eigenlijk in de nieuwbouw kunnen gebruiken van dat materiaal. Dus daar moet je goed een idee bij hebben. En rechtsonder is een project in Amsterdam Noord, waar woningen worden gesloopt en waar makkelijk meer dan 85% van de materialen een nieuwe toepassing vindt. He, dus dit is voor de corporatie. Corporaties hebben bijvoorbeeld mutatiebeheer. Ja, als jij een goede, ik noem maar wat, een goede toiletpot hebt of een goede keuken of een paar goede deuren, dan heb je daar heel veel aan bij mutatiebeheer. Dus dat zijn bijvoorbeeld voorbeelden van circulair gebruik. Ja, het is niet alleen aan de woningbouw van de utiliteitsbouw voorbehouden, dat circulaire. Dat kan ook met onze kadermuren. Dit is een plan waar ik aan heb gewerkt bij BAM. En ja, we hebben gewonnen op het onderwerp duurzaamheid. Het is ook een hele innovatieve techniek die daar is aangeboden. Daar gaan we nog van horen. Dat zal het komend jaar, denk ik, zal het project in uitvoering komen. Wat voor de gemeente Amsterdam heel belangrijk was, was dat er goed werd nagedacht over het gebruik van materialen. Amsterdam wil zo circulair mogelijk worden en heeft een enorme opgave. Hè. Die kaders die zakken in. Nou ja, het is hier ook een issue, hè, in Haarlem. Het is een issue in de hele wereld. Dus ik vond het ook ontzettend leuk om aan dit project te werken. En wij hebben een scenario bedacht waarbij dit is nog niet het maximale scenario, maar laten we zeggen, zover ben ik gekomen met de onderhandeling toen. Met de bedrijven en met de gemeente om veel meer circulair te bouwen. Dus een veel meer van het materiaal wat je weghaalt opnieuw te gebruiken. En eventueel tijdelijk op te slaan. Hier zit ook een bouwhub in feite bij. Bij dit project dus is eerst gekeken van ja, kan het minder materiaal intensief? Maar er zit ook een bouwhub bij, omdat dat is een van de dingen of een van de uitdagingen van de circulaire economie. Materiaal komt hier vrij en op moment 1, het materiaal komt is daar weer nodig en op tijdsfactor 2. Hè? Dus dat matcht niet altijd. Nou, en er zijn nu bij Amsterdam zijn er serieuze initiatieven die dat wel voorzien, waarbij aannemers bijvoorbeeld gaan samenwerken in een bouwhub. Er is nu een eerste hub, het is een Engels woord, maar het is in ieder geval een opslagplaats voor bouwmaterialen. En het wil op den duur meer zijn dan een opslagplaats natuurlijk. Het wordt een soort marktplaats in de toekomst, maar dat begint te komen. En dan het vervoer gaat ook steeds vaker over water. Dus dat is ook denk ik een hele interessante weer. En helemaal schoon en elektrisch en stil. Dus het wordt ook, nou ook voor de nieuwe kaders, wordt er dus minder zwaar verkeer op toegelaten. Is het dan commercieel? Dit is wel commercieel. En het leuke is, hè, dat is natuurlijk gewoon, de overheid kan spelregels bedenken. En één eis hier was, het moet ook allemaal vanaf het water. Dus het mag niet meer,
Je mag niet op de kade een kademuur gaan versterken en de boel helemaal stilleggen. Nee, het leven moet gewoon doorgaan in Amsterdam. En het moet schoon en stil en emissieloos en over het water of vanaf het water moet het gedaan worden. En dat is het leuke, op het moment dat de overheid zo duidelijk grenzen stelt, dan wordt het commercieel. Want er gaan partijen gaan hier dus op inschrijven. We zijn met 16 begonnen, daarna waren er nog 6 over en daarna hebben 3 een project gegund gekregen. En ja, als die projecten goed bevallen, we zullen er ook wel weer veel gaan leren. Ja, dan wordt dit een nieuwe manier van kaders versterken. Iedereen heeft het wel eens gezien, denk ik. Damwanden worden ergens halverwege de gracht gedrild. En dan wordt zo'n hele bak wordt droog gepompt. En dat, ja, dat materiaal gaat eruit. Komt ook niet meer terug in de stad. En wordt op een gegeven moment wel weer opgevuld met iets. Maar dat is een veel materiaalintensiever proces. En wat we hier dus hebben laten zien is, ja, is de aanpak van als je nu begint. Wat zou je dan kunnen doen? En het is, nou ja, wat ik zei, van het is echt niet een kwestie dat ze bij BAM allemaal dan klaar zitten om dit toe te passen. Dus het is ook een soort interne strijd van ja, gewoon ik heb daar dan echt mijn best voor gedaan vanuit duurzaamheid. Maar er zitten natuurlijk ook allerlei techneuten zitten erbij en er zitten ook mensen die heel veel geld willen verdienen. Dus, maar ik heb duidelijk gemaakt, ja, als je dit niet wint, Dan heb je geen project en dan, dus zover zijn we gekomen. Maar het is absoluut nog niet het summum, maar wel een goed voorbeeld van dat het ook, ook in de infrastructuur kan worden toegepast. Ja, dit vond ik ook een aardig voorbeeld, ook omdat, dit is dan een voorbeeld van Leiden, maar zou net goed voor Haarlem van toepassing zijn. In Leiden heeft de wethouder de vraag gesteld van ja, aan de ene kant moeten we heel veel bijbouwen, want we hebben woningnood of we hebben gewoon woningen nodig om onze aanwas ook te huisvesten. En aan de andere kant moeten we circulair gaan bouwen en moeten we zelfs in materiaalgebruik terug. En deze infographic die geeft het wel heel aardig weer. Dus mensen denken soms van ja, dat lukt nooit. En meer gaan bouwen en dan minder materiaalgebruik toepassen. Maar dat kan dus wel als je kijkt naar de primaire fossiele materialen. Hè, daar moet je op bezuinigen. Maar als je dus meer biobased gaat bouwen, dan kom je een heel eind. En dat blijkt uit deze grafieken. En als je niet alleen biobased bouwt, maar je gaat ook bijvoorbeeld nadenken over alternatieven voor autogebruik, geen parkeergarage meer onder de gestapelde bouw, dan kom je eigenlijk op hele materiaal-efficiënte oplossingen. Gebruik je ook nog wat secundair materiaal uit de stad, dan wordt het nog duurzamer. En dus die maatregelen samen, die kunnen tot een enorme reductie leiden. Dat blijkt uit deze plaatjes. Dus 92% als je minder materiaal als je al die maatregelen samen uitvoert. Dus dat is echt ook wel gewoon het aansprekende van de getallen. Het kan gewoon. Hè? Dus niet te snel denken van ja, 50% is onhaalbaar. Zo wordt er soms wel gepraat. En mensen praten ook heel graag over ja, 100% circulaire economie bestaat niet. Nee, maar dat is ook niet interessant. Het gaat over de richting, hè? Denk dan altijd. En nou ja, hieruit blijkt dat je dus met biobased en met een aantal secundaire materialen, een aantal slimmigheden in het ontwerp, dat je een heel eind kan komen. Ja, nog wat voorbeelden in de praktijk, want het zijn niet alleen dus de infographics of de plaatjes van dat het kan, maar er wordt gewoon echt gebouwd. Linksboven, mijn Fries is niet zo goed, maar het Zwettehuis, of Zwettehus heet het geloof ik dan, ja. Een gebouw van waaruit allerlei bruggen worden bediend. Maar dat bestaat voor een groot deel uit secundair materiaal. Daar hebben ze veel van het remmingswerk hebben ze uit de waterbouw gehaald. We hebben dus een enorme hoeveelheid remmingwerken van hout die op een gegeven moment ook aan vervanging toe zijn. En dat materiaal, dat hout, dat is geweldig materiaal. En dat is hier flink toegepast in dit gebouw. Ook nog een aantal andere materialen en ook biobased bouwmaterialen. Dit is Dijkstra Draaisma, een midden- en kleinbedrijf in Friesland. En die verbouwen tegenwoordig ook lisdodden om,
om isolatiemateriaal van te maken. En dat is hier ook toegepast. Dus dit is echt wel iets wat nu in deze tijd speelt en wat ook gewoon veel ondernemers aanspreekt. Vroeger was die link tussen bouwen, houtgebruik en die was er gewoon heel duidelijk. Hè. In het oosten van het land er zijn nog steeds bedrijven waarbij men het bos inloopt. En een goede timmerman die kan dan een boom uitzoeken voor een trap of voor een betimmering. Hè. Dat is nog niet eens zo ver weg. Er zijn wel voor een groot deel nu met pensioen, maar gewoon bedrijven die nu weer investeren in hout. Volker Wessels heeft dat laatste ook gedaan. En hout aanplant, dus gewoon weer bossen aanleg. Dat spreekt heel veel mensen aan. Dus daar zit echt gewoon ook, er zitten harde euro's in de markt die eigenlijk die kant op willen. Dus dat is wel mooi, ook in een dichtbevolkt land als Nederland. Rechts een opvangcentrum. Met in de gevel Basra Locus, dat is een hele duurzame waterbouwsoort. En dat is al het derde leven van dit hout, want het heeft eerder ook op een kantoor van Rijkswaterstaat gezeten. En daarvoor was het dus een meerpaal. Dus het gebouw ziet er toch heel mooi uit, hè, denk ik. En ziet er misschien wat anders uit dan het linkse, de boomtoren die in Utrecht staat nu. En die is echt helemaal van sloopmateriaal gebouwd. Dat zijn wel de uitdagingen. Er zitten hier ook architecten in de zaal. Dat je dus bouwt met wat je hebt in plaats van bouwt met wat je bedenkt. Dus dat zie je hier ook wel. Hè. Er is hier veel meer uitgegaan van de spullen die je hebt en daar dan een gebouw mee maken dan dat je zeg maar een bepaalde verhouding wil hebben van de kozijnen in de gevel. Maar het kan wel. En het kan ook no-nonsense, hè. Dus daar rechtsonder, dat is Leiden, dat is dat Bio5 gebouw, daar is 160 ton staal opnieuw gebruikt. Ja, elke goede aannemer die weet dat je gewoon met die T'tjes en die I'tjes en die U'tjes, daar kan je gewoon eindeloos mee kanoën. En natuurlijk, het wordt wel 3 keer uitgerekend door het ingenieursbureau nu, maar je kan dus veel makkelijker. En ook heel erg no-nonsense, want je ziet er natuurlijk nu niks meer van nu het gebouw af is. Dat er zoveel hergebruikt staal in zit, maar het kan gewoon dus. Ja, ik heb ook wat dia's toegevoegd die eigenlijk bouwstenen zijn voor onze circulaire economie. En eentje die je misschien niet meteen zou verwachten is het industriële bouwen. Maar het leuke van het industriële bouwen is dat dat hoeft er niet meer uit te zien zoals in Oost-Duitsland de flats zijn opgetrokken. En zoals we die ook wel een klein beetje in de jaren 60 hebben gekend, hè, die wijken. Maar er is dus eindeloos veel variatie. Dat weten we ook wel van Lego. Dat zit hier ook al een kamer, hè, geloof ik. Tenminste, als je nog de ouderwetse Lego hebt, dan kan je eindeloos mee variëren. Elke wiskundige kan dat ook uitrekenen. Maar dat industriële bouwen, dat is dus wel een hele interessante ontwikkeling. Ik vertelde net, er zijn nu iets van 14.000 woningen van de 75.000 die we nu nieuw bouwen zijn industrieel. En dat is nog een bescheiden schatting. Op onderdelen is het nog meer. En het interessante is natuurlijk, want op het moment dat je industrieel gaat bouwen, dan ga je ook nadenken over hoe je elementen samenstelt. En dit is een voorbeeld van een 3D element. Dit zijn Curavi woningen linksboven. En die zijn in opdracht van een corporatie als zorgwoningen neergezet voor 15 jaar. Dat is gewoon business voor een bedrijf als je er genoeg neerzet. Hè. Dus dat is heel iets anders dan 75 jaar waar we vaak mee rekenen of 50 jaar. Economisch gezien kan dit gewoon. En deze woningen kunnen ook weer opgenomen worden en kunnen weer elders worden neergezet. En dat is natuurlijk het interessante. Dan heb je heel ander materiaalgebruik. Nou, daar rechtsboven zie je ook weer een andere vorm van staal en houtbouw. Ja, je kan er ook behoorlijk mee variëren. Linksonder ook een vorm van 3D. En rechtsonder een brochure. Ja, waar we langzamerhand aan gaan wennen. Mensen hebben het idee bij bouwen dat het toch minstens wel een jaar duurt. Maar dat hoeft helemaal niet. Ik heb dat altijd onzin gevonden. En als je langs een gemiddeld bouwproject fietst, dan denk je toch wel, ja, wat duurt het toch lang, hè? Dat casco staat meestal heel snel, maar dan daarna, hè, al die busjes. Nou, dat hoeft helemaal niet, hè? Dat kan gewoon in 6 weken en veel projecten kunnen in een week als het moet. Dus
Dus dat, nou, je ziet dat dat gewoon gaat veranderen. En dat er ook opdrachtgevers die zijn van ja, leuk. Ik heb gezien dat er in Haarlem een aantal bouwlocaties in de stad zijn aangewezen. Ja, dan moet je eigenlijk gewoon een hele duidelijke grens stellen van in deze periode kan gebouwd worden. Misschien ook wel vervoer over water zoveel mogelijk. En dan krijg je dus ook dit soort bouw. Waarbij gewoon ook biobased materialen heel goed kunnen worden toegepast. Ja, dit zijn eigenlijk nog wat voorbeelden uit de praktijk. Hè. Ook in gestapelde bouw. Zien we nu steeds meer projecten ook met biobased. Ik zag hier al een foto van Jakarta Hotel. Dat is ook een mooi project waarbij Ursem een bijdrage heeft geleverd. Hè. Dat zit hier ook een eindje verder noordelijker in de buurt. Dat is ook een bijzonder bedrijf. We zijn dus ook in Nederland, als je wereldwijd bekijkt. Hè, dat is niet om onbescheiden te doen, maar dan het gebeurt hier wel. Dus wij zijn ook het land geweest wat houtskeletbouw ooit heeft geëxporteerd. Hè, was een beetje samen met de Duitsers. Maar de Amerikanen zijn daarmee verder gegaan. Maar wij hebben eigenlijk nu ook, als je kijkt naar de industrie, dan hebben wij het meest ver geautomatiseerd. Dus we zitten gewoon wel aan de top van wat je in de bouw kan. Dat rechtse voorbeeld, dat heb ik er ook bijgevoegd. Ja, eigenlijk ook vanwege het CPO-karakter, dus collectief particulier opdrachtgeverschap. Dat is denk ik ook iets wat ook bij dit centrum ook hoort, het architectuurcentrum. We hebben natuurlijk de gekke situatie dat als jij gewoon schoenen gaat kopen, dan ben je gewoon de klant. En dan zeg jij van ja, ik wil die rode wil ik hebben. En iets anders wordt het niet. Hè? En dan krijg je die rode. Maar bij bouwen is er natuurlijk iets heel geks aan de hand. Ja, we bouwen een wijkje of we maken een plan voor een wijkje. En dan loten we in wie er mag wonen. Ja, dat is eigenlijk een situatie die niet ideaal is. Laat ik het maar zo zeggen. En het interessante is eigenlijk, als je gaat kijken nu naar het collectief particulier opdrachtgeverschap. Dat is ongeveer 10-15% van de nieuwbouwmarkt. Dat die wijken en die woningen die dan ontworpen worden, dat die eigenlijk bijna vanzelf duurzaam zijn. Dus er zijn heel veel bewoners bij die CPO die zeggen van ja, ik wil natuurlijke materialen. Het hoeft voor mij niet het grootste van het grootste zijn. Ik wil een aantal dingen gemeenschappelijk. Ik wil betaalbaar kunnen wonen. Ik wil groen wonen. En dit is dan een mooi voorbeeld uit Brabant. Er is natuurlijk wel wat meer ruimte dan daar. Maar die bewoners die hebben gezegd in Boekel, of de aanstaande bewoners, die hebben gezegd, die hebben elkaar leren kennen. En wij willen gewoon in het meest duurzame ecodorp van de wereld wonen. En ze hebben dus ook echt al die duurzaamheidsdoelstellingen, hebben ze ook eigenlijk in de praktijk gebracht. Dus dat is wel heel mooi. Het kan ook veel zakelijker, hè? Dus dit is nog een voorbeeld van wonen als een service. Dus de spullen. Nou ja, je hebt allerlei gradaties heb je, maar je hebt nu gemeenten die zeggen van nou, wij betalen de grond en die houden we in eigendom. En daardoor kunnen we er veel goedkoper op bouwen. Dat is natuurlijk een model. Nou, dit is dan een project waarbij ook de woning in het bezit blijft van de bouwer. En die heeft een link met de woningcorporatie. En je kan in de toekomst kan je dus in dit project wonen voor 650 euro per maand, all in. Mensen wonen in een duurzame woning met bijna geen energieverbruik. En ja, nou ja, je kan dus ook een Tesla kan je dan gebruiken voor als collectieve auto voor je vervoer, als je dat zou willen. Ja, het is nog niet altijd een business case, hè? Dus ik heb wel een aantal voorbeelden laten zien dat het echt wel kan. Ik heb ook gezegd van ja, gewoon als de regels worden veranderd, dan wordt het vanzelf een business case. Maar dat is het natuurlijk nog niet altijd. Het voorbeeld van Buurman Rotterdam. Is dat zij 6 jaar hebben zij, Rotterdam-West hebben ze gezeten. Maar nu wordt de grond gewoon zoveel waard, omdat de stad uitdijt, dat die locatie eigenlijk heel interessant is. Dus zij moeten weer verkassen. Dat is dan op een bepaalde manier natuurlijk heel jammer. Maar je kan het wel organiseren op gemeentelijk niveau. En dat wil dit plaatje eigenlijk ook zeggen en oproepen. In Rotterdam heb je dus die werkplaats Buurman. In Utrecht heb je Stichting de Bouwloods. En heb je nu ook een buurmanorganisatie. En die bouwloods die maakt van primair hout ook allerlei materialen. En er worden ook jongeren opgeleid ook. Dus die zijn ook echt met serieuze projecten bezig. Hè? Dus die deuren die TNO heeft gemaakt, dat zijn er zo'n 300.
die hebben ze daar gemaakt. Dus dat gaat echt wel over serieuzere aantallen. Dus niet meer, een notenkraker of een broodplank. Maar echt wel serieuze business. Alleen er zit wel vaak ook nog een sociaal doel zit erbij. Maar dat vind ik zelf ook het mooie van het circulaire. Het heeft ook heel veel kansen voor een inclusieve economie. Hè? Dus dat je iedereen ook weer betrekt bij het werk. Ja, dit is ook nog een manier om er toch business van te kunnen maken, is natuurlijk elkaar opzoeken. Dus corporaties die hebben van oudsher eigenlijk al dat duurzame denken, hè, of het langere termijn denken. Jullie hebben hier ook al een mooie tentoonstelling daarover, over het patrimonium. Ja, als je dus kijkt naar de corporaties die financieel gezond zijn, dat zijn bijna allemaal corporaties die echt goed op hun bewoners en op hun woningen letten. En die, als er iets van schade is, dan gaan ze er op af en dan gaan ze het repareren. Nou, gewoon dit is een voorbeeld van een samenwerking tussen Velux, van de kozijnen natuurlijk, die dat meer vanuit hun ideologie ook heel graag willen, dus het hergebruik van hout. Een corporatie en nog een sloper die dan eigenlijk meer een oogster wordt. Ja, dat weg met de dubbele BTW is de voorkant van een blad. Dat is dan nu nog de gekke situatie, maar dan moeten we eigenlijk met z'n allen dat ook veranderen. Dan wordt dit meer een business. Is dat als je nu naar de kringloopwinkel gaat, dan betaal je gewoon BTW. Dat is belachelijk. Dus het is allemaal, de BTW is al betaald. En met bouwmaterialen uit tweede leven is het precies hetzelfde. Je betaalt weer BTW. En daar ontkomt ook een corporatie niet aan. En daar moet je dus constructies voor bedenken of je moet een lobby beginnen. En ik weet eerlijk gezegd, ik dacht dat het Zweden was. Maar in Zweden hebben ze nu gezegd van nee, als je dus tweede leven materiaal hebt, dan heb je geen BTW meer. En nou ja, in de ambtenaren in Nederland die zeggen dan dat mag niet van Brussel. Jawel, dat mag wel van Brussel. Dus er kan heel veel. En de Belgen die hebben bijvoorbeeld een subsidie op het vervangende nieuwbouw, hebben een laag BTW daarvoor. Het werkt allemaal hartstikke goed. Dus het kan. Het kan wel. Ja, en dat is ook bijna het einde van mijn presentatie. Ik denk het kan ook in Haarlem. Er is hier een lokale club, Nederlands Hout, die eigenlijk het hele idee van de Haarlemmer hout, hè, dat is natuurlijk gewoon dat je productie hebt bij je stad van het hout wat je nodig hebt. Ja, en die hebben dat weer nieuw leven ingeblazen. Op een redelijk bescheiden manier, maar ze kijken dus echt gewoon, ja, het hout wat hier vrijkomt in de omgeving, kan je daar iets hoogwaardigers mee doen dan het in de versnipperaar versnipperen. En dat kan gelukkig. Dus zo zijn er initiatieven. De Haarlemmer Kweektuin, ik heb de laatste tv-programma gezien, erg leuk. Maar dat is natuurlijk ook een plek waar zoiets weer een kans kan krijgen. En nou ja, ik denk ook het ABC Architectuurcentrum, ik denk, kan ook een rol spelen. Dus die organisaties samen kunnen bij de gemeente ook misschien iets, samen met de Paltrokmolen. Ik wist niet dat er een houtzaagmolen in Haarlem stond. Ik ken hem wel van de Zaanstreek, hè, maar dit is notabene een houtzaagmolen. Ja, ik denk van ja, prachtig, prachtig. En dit hout is gewild, hoor. Dus het langzame hout is nog steeds gewild. Er zijn molens, er zijn monumenten. Ja, er zijn ook gespecialiseerde bedrijven die zeggen, ja, wij willen heel graag willen we ook gewoon dat molengezaagd of met de wind gezaagde hout. En ook het hout wat gewaterd is, hè, dus een tijd ook gewoon in het water heeft gelegen, rustig is. En dat kunnen wij gebruiken voor onze monumenten. En dan hebben we er veel meer plezier van dan al dat jonge, onrustige hout wat haastig is gedroogd. Dus, nou ja, dit is een poging. Ik vond het nog een beetje beperkte oogst, maar er is volgens mij meer en dat kunnen jullie natuurlijk gewoon aanvullen. Ja, en verder is het gewoon een kwestie van mensenwerk. Hè. Dus zoals we hier zitten, als iedereen daar iets mee doet met dit idee, dan komen we een stukje verder. Dus wat dat betreft mijn oproep aan jullie van, laat het niet bij deze tentoonstelling, maar er zijn absoluut kansen, ook economisch gezien, ook voor de regionale economie, om die circulaire economie verder te brengen. En dan dank ik jullie voor de aandacht. Dankjewel.